De culturele Unie Suriname, CUS, heeft donderdagavond de Diwali-viering ingeluid met de nationale Diwali-manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein. Het bijzondere van de avond was dat de organisatie 108 dia's heeft aangemaakt in de vorm van de kaart van Suriname. Diwali, of het lichtjesfeest, wordt wereldwijd door de Hindoe-gemeenschap gevierd. De betekenis van dit feest is de overwinning van het goede op het kwade. Anil Manurat, voorzitter van de CUS, geeft aan dat er voor het eerst een president aanwezig is tijdens de viering van Diwali en dat ook een president de dia aansteekt. Hij legt ook uit waarom de kaart van Suriname met 108 dia's wordt verlicht. 108 dia's, alles begint eigenlijk met 108, weet je. Alle mantras binnen het hindoeïsme zijn 108 keer geretiseerd. Dat is een soort formule gemaakt vandaan. En samen bidden voor Suriname. Bidden voor iedereen in het regeercentrum die belast zijn met het managen van deze pandemie. Voor een ieder in de zorgverlening die hun leven op het spel zetten en anderen, om anderen te helpen. Bidden voor onze ouders en kinderen in het algemeen. Voor elke wereldburger, maar in het bijzonder voor elke Surinamer. Mogen Lakshmi Mata ons allen zegenen met een goede gezondheid. De grootste immateriële rijkdom van een mensenleven. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat met het vieren van Diwali de duisternis wordt achtergelaten. Deze viering is dan ook als een nieuw verlicht tijdperk voor Suriname. Een tijdperk van rijkdom. Een beter Suriname voor alle Surinamers, voor alle burgers. De rij van lichtjes symboliseert ook de gedachte van verbondenheid binnen de samenleving. Verbondenheid met elkaar. Dat we elkaar ondersteunen. Met name in tijden waarin grote delen van de samenleving het niet makkelijk hebben. Getroffen door armoede, getroffen door COVID en ook de financiële crisis. En daar is de plicht om onze medemensen te helpen en bij te staan. In het bijzonder de armen en de zwakkeren in de samenleving. Dames en heren, hen betrekken we ook vandaag. Zeker als we vandaag hier Diwali vieren en dat ze met ons zijn, in onze gedachten. Maar dat we als mens ook alles moeten doen om ook verlichting in die situatie van hun te brengen. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak donderdagavond tijdens de nationale Diwali-manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein. Het is voor het eerst dat een president de Suriname-dia aansteekt en aanwezig is op een Diwali-viering.